We zijn vandaag bij de wedstrijd, volleybalwedstrijd, Bloks tegen Havok. Havok uit Haps, die vandaag hier in de Sporthal de Brake een wedstrijd tegen elkaar spelen. Derde klasse van de Volleybalbond. Fabian Robroek, aanvoerder van Bloks, Heren 1. Vertel eens, wat voor een club hebben jullie en hoe zit het bij jullie elftal? Ja, we hebben vooral een gezellige club. Het is wel hard trainen, goed best doen en we hebben ook wel doelstellingen. Maar na het volleybal gaan we natuurlijk ook gewoon gezellig met elkaar zitten en andere leuke dingen doen. Maar in welke klasse spelen jullie? We spelen nu in de derde klasse. Daar zijn we nu 2 jaar aan het spelen. En we hopen met vooruitzicht tot over 2 jaar dat we promoveren. En hoe wil je dat doen, promoveren over 2 jaar? Hoe kom je daar zo bij? Ja, dit jaar hebben we de doelstelling gesteld top 3, zeg maar. Hartstikke mooi als we tweede worden dat we toch promoveren. Maar we proberen natuurlijk wel ook vooruit te kijken en over 2 jaar gewoon in de eerste klas, in de tweede klas te spelen, zeg maar. En jullie moeten vaak trainen? Ja, we trainen op maandag. Dat is techniektraining vooral. Op donderdag trainen we. En sommigen doen nog met bedrijfcompetitie mee. Dus ja, een druk weekje. Ja. Maar je bent aanvoerder? Ja, ik ben eigenlijk aanvoerder al sinds dat ik op volleybal ben gegaan, zeg maar. Omdat ik altijd de oudste was, nu niet meer. Maar ja, dat is zo gebleven en misschien volgend jaar een verandering. Dus daar... Ja, maar waarom hebben ze jou als aanvoerder gekozen? Ja, ik ben wel vaak rustig in het veld, denk ik. Rust bewaren. Dus ik denk dat dat de reden is geweest. Wat voor rol heb jij tijdens het spel? Ja, motiveren, aanmoedigen. Zoals iedere speler elkaar moet motiveren en aanvoeren. Maar het is wel, ja, en je moet tekenen, de wedstrijdbladen, dat soort dingen. Dus ja. En jouw specialiteit? Mijn specialiteit? Zo, dat is goed, hè. En mijn aanval is nog niet zo ver ontwikkeld, zeg maar. Maar passend kom ik wel redelijk goed uit, dus dat komt goed. En wat gaan jullie nou doen vandaag? Ja, de prognose was 3-1 op de site, maar daar gaan we natuurlijk veranderingen brengen. Ja, 3-1 verliezen, zag ik. Maar we gaan voor de 4-0 winst, want we moeten punten scoren in het klassement. En nou zeker met de camera erbij, hè? Ja, dat is een extra motivatie. Okay. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Goed, er is getost en Havok gaat beginnen. Paas gaat altijd naar de set-upper. Bal raakt de antenne. Punt voor Havok. Dus er wordt geserveerd. En er wordt gepaast. Altijd naar de set-upper. Die zet de bal op voor een van de aanvallers. Mooie aanval van Joep van den Broek. Goeie setup. Havok had geen antwoord. Service van Tijmen van der Heijden. De paas is heel belangrijk. Middenaanval. Middenaanval door Teun. In het team van Bloks zitten 3 Teunen. Dus dat maakt het commentaar ietsjes moeilijker. En wederom een middenaanval, keurig opgezet. Ja, dat is de set-upper, die zet iedere keer de bal op. En helaas wordt de bal weer niet goed verwerkt door Haps. Weer een afzwaaier. Ik hoop dat ze dadelijk weer beter in de wedstrijd komen. De bal wordt opgevangen door Koen. Wordt teruggebracht door Max en gelukkig blijft hij in de race. En een puntje gestolen aan de havenkant door Jelle Thijssen. Jelle gaat serveren aan Hapse kant. Een prachtige serve. Keurige redding. Jammer. En weer een puntje voor Havok. Jelle serveert voor de tweede keer. En helaas in het net deze keer. Uitservice.
is toch jammer. Toch meestal een kwestie van even beter concentreren. Aan Hapse zijde gaat Rob Thijs serveren. Een wissel achterin. Weer een middenaanval, goed zo. Hebben ze de laatste tijd heel veel op getraind. En in het net geslagen. Punt voor Bloks. Op dit moment staat Simon in het veld met een zwart shirt. Dat is de libero. Die gaat niet aanvallen, die staat alleen maar achter. Libero die kan altijd heel goed pasen. Vandaar dat hij in het veld is gebracht. Wederom een foute service. Mooi gered. Mooi de bal toch in het spel kunnen houden. En de bal wordt uitgeslagen. Een mooie aanval van Havok. Probeer een slimme pass te geven, maar helaas wordt hij opgepakt voor. Goed erbij. Goede reactie. Ah. Kon er net niet bij, Fabian. Service over naar Havok. Martijn gaat ook meteen serveren. Hele korte service, goed gepakt door de libero. Goed diep gepast aan de Haapse zijde. En afmaken. En een mooie aanval aan de Haapse zijde, afgewezen gemaakt door Jelle. Mooi drie keer gespeeld, zodat je een goede aanval op kunt zetten. Teams zijn echt gelijkwaardig. Leuke wedstrijd, mensen. Keurige redding van vandaan. Keurig. Een snoeiharde service van Jelle. Precies in het hoekje in het achterveld. We hopen dat we zo even door kunnen trekken om de achterstand even om te buigen. Concentratie bij de serve. Goed gepakt. Rustig opbouwen. Nou gaat Haps opbouwen aan aanval. Goed geblokt. Goed afgeblokt. En de bal wordt uit. Helaas niet de blok kunnen verwerken door Max. Jammer. Maar weer een goede inzet getoond. En weer een time-out aan de zijde. Goed, service weer van de Bloks. Het staat er 17-13. Een set duurt tot de 25. Met 2 punten verschil uiteraard. Weer een goede service van de Havokzijde. Slecht verwerkt door de tegenstander. Zwakke service. Zo. Opzetten. Net iets te ver om aan te vallen. Keurig. Goed erachter gebleven. Door het midden. Mooiste mes, maar in het blok. Opzetten. Ja, nou is hij wel mooi. En deze wordt ook weer goed opgewerkt. Weer een buitenaanval. Oh. Diep gespeeld. De bal was uit geweest, denk ik. Nee. Was goed. Binnen de lijn. Binnen de antenne. De coach van Hap die roept dat hij uit was, maar de scheids reageert er niet op. De bal werd opgevangen in het achterveld. En dan gaan we nog. Het is weer een lange rally. Mooie rally, jongens. Hele mooie rally. In het achterveld werd de bal niet van de grond gehaald. Van afzijde weer een puntje voor de tegenstander. Juist. De paas was niet goed. Maar Teun, de setupper, heeft het heel goed opgelost.
pas nog eigenlijk iets hoger, waardoor de setter makkelijker onder de bal kan komen. Een aanval van Hapse zijde door het midden. Oh, net niet geraakt. Verkeerde timing van Max, helaas. En de stand is gelijk. Oh nee, Hapse staat nog één puntje voor. En nou zelf maken. Tijmen van Rijden, aanval. En goed zo. Blok vliegt eruit. Het is 22-22. Mooie paas. En afmaken. Bal in het achterveld. Komt er weer een aanval. Weer over Jelle. Oh. En de bal wordt uitgegeven. De bal was uit. Helaas, deze keer was je net uit. 23-24. De bal goed opgevangen, Hapsenzijde. Nu een aanval door het midden. En dan wordt de speler opgevangen, maar je kan er moeilijk voor werken. Dus eerst zetten ze binnen voor de Haps, voor Havok. 25-23. Leuke wedstrijd, jongens. Laten we hopen dat Blokstag zeker minimaal één setje en hopelijk meer setjes binnen gaat halen. De voorzitter van volleybalvereniging Bloks, Bart Hermkes, staat langs mij. Ja, klopt. Wat voor een club zijn jullie eigenlijk? Hoe groot en hoe ziet het er allemaal uit? Nou, we zijn de volleybalclub van Boksel, gefuseerd vanuit Blue Smash en Vobo. We hebben ongeveer zo'n 160 leden. Dan hebben wij daar een hele grote groep recreanten en een hele grote groep van junioren en minis. En junioren minis, dat zijn kinderen van 7 jaar, want dan pas kun je echt leren volleyballen vanaf je 7e. Tot aan de 12 jaar. Dat zijn onze jeugdleden. En dan hebben we een paar junioren teams van 12 tot 18. Dat zijn de meiden die nu ook aan het spelen zijn. En één senioren team hier achter ons, dat is Heren 1. En dat zijn jonge jongens van 17, 18 jaar. Eigenlijk het vlaggenschip van Bloks. Heel bijzonder met name wat jullie voor de jeugd doen. We hebben al een keer opnames gemaakt van jullie speeltuin. Ja. Maar dan zag ik dat jullie voor de kinderen die daarboven komen ook een speciale competitie of iets hebben. Ja, we hebben speciale trainingen daarvoor. Techniektrainingen, die zijn op zaterdagochtend. En voor de ouderen op maandagavond. En daarnaast doen we heel veel aan activiteiten met Sinterklaas, met Kerst. En helemaal beroemd is ons jaarlijks jeugdkamp in de zomer. Dan gaan we met de kinderen, en dat is van de leeftijd van 7 tot 18, gaan we er gewoon 3 dagen op uit naar een kampeerboerderij. En gewoon een heel gezellig weekend. En dat is heel goed voor de club, zodat ze elkaar leren kennen en mixen. En dat het niet alleen bij het team zelf blijft, maar gewoon clubbreed gedragen wordt. Ja. Jullie spelen nu in de 3e klas. Ik hoor dat jullie binnen nou en 2 jaar willen promoveren. Ja, we hebben heel ambitieuze jonge jongens. Een hele ambitieuze trainer erop staan. Die heel veel met die jongens oefent en heel veel werkt. En ja, dan moet dat lukken. Met zoveel arbeid en kracht, dan moet je wel hoger komen. En wij als club ondersteunen dat en doen er alles aan. Maar als ik nou vandaag zie, een prognose dat jullie met 3-1 gaan verliezen. Terwijl de spelers zeggen net tegen mij dat ze met 4-0 gaan winnen. Wat zegt de voorzitter? Ik zeg dat ze met 3-2 gaan winnen. We zijn net aan het begin van het seizoen en cijfers zeggen nog niet heel veel. De tegenstander heeft alleen maar zwakkere gehad en wij hebben ook al een paar moeilijkere gehad. Ik denk dat het erom hangt, dat het heel spannend gaat worden, ja. Nog wensen als voorzitter van deze club? Wat willen jullie nog? Wij willen gewoon een hele gezellige club blijven die heel hecht is. Maar wel waar we toewerken naar een goed volleybalniveau. En we willen eigenlijk, onze ambitie is, dat iedere speler, speelster binnen Bloks, lekker kan volleyballen op zijn eigen niveau. En daar heb je gewoon veel leden voor nodig, veel aanwas. En het is goed, want het is een van de leukste en gezelligste balsporten die binnen plaatsvinden in Boksel. Hoeveel leden hadden jullie? 160 momenteel. Oh, dat is heel erg veel, hè? Dat is al heel veel, ja. Maar we willen echt groeien richting de 200. Ja. Nou, heel veel succes met de vereniging en ook met deze wedstrijd natuurlijk. Dankjewel. De 2e set.
Bart is erin gekomen voor Max. De enige wissel aan Hapse zijde. 1-0 voor Bloks. Hele mooie service. En de aanval van Blok. Haps probeert een 3 keer te spelen via de middenaanval. Oh. 4 maal. Gaat in de net. De bal werd via het net, kwam weer terug. De aanval van Haps, nou over de linkerkant. Bij Martijn. Joep pakt hem over, dat is de diagonaal. Aanval goed afgeblokt. Oeh, de bal meteen druk speelt. Geen mogelijkheid om een aanval op te bouwen. Wordt nog een keer opgevangen. Nu gaat er wel een aanval. Bij over de buitenman. Op de linkse kant. Netjes allemaal. Oeh. Ah. Weer een snelle aanval geprobeerd door Blok. Maar goed opgevangen door het Blok aan Havokzijde. Mooi gespeeld. Alles klopte toch redelijk goed. En de middenaanval was net niet sterk genoeg. Half ook weer aan het opbouwen voor het hand. Oh, de bal komt net niet goed bij de... Haps kan weer gaan serveren. Koen Sterke gaat voor Haps serveren. En dat is ook het verhaal van aflopen van vorige set. Toch 3 à 4 keer fout serveerd. Bal meteen over net. Meteen afgemaakt door Martijn. Kreeg de bal meteen over net gespeeld. Een cadeautje. Je moet altijd klaarstaan voor de bal. Altijd. Altijd door de knieën. Altijd rekenen op de bal. Setup niet iets te ver naar achteren. Een aanval weer via Martijn. Oh. Jammer van het blok. Absoluut bouwen aan de aanval. De paas komt niet helemaal goed. Toch goed opgelost. Je kunt geen scherpe aanval plaatsen. En weer door de middenaanval van Blok. Wordt Haps toch weer verrast. Ook hier zie je weer service goed achterin. Nu komt de bal wel goed. En een duel aan het net, gewonnen door Havok. Net iets harder geduwd, zodat de bal aan Bloks zijde naar op de grond valt. En Havok gaat weer bouwen aan de aanval. Via een buitenspeler. De bal komt vrij scherp op net. De bal van de grond geraapt. Geen mogelijkheid om aanval op te bouwen. Hij gaat weer bouwen. Via de buitenkant. Langs de lijn opgeslagen. De wedstrijd blijft spannend. 8-8. Goeie service. Aanval. De bal iets te ver van net af. Opgevangen door Martijn. Nog goed gepast door Koen. Ja, heel mooi gepakt door de setupper van Havok. Maar toch lopen we hun niet helemaal goed. Waardoor Bloks uiteindelijk toch de aanval kon inzetten. Corinne Klaas in de paas. Rustige tip en knallen. En Ruud en Koen niet inhouden met die aanval. Dat heeft geen zin. Gewoon slaan. Dan staan we tegen de muur. Hè? Maar anders vangen ze hem op en dan groeien zij alleen maar. Zorgen dat ze geen kans krijgen. Slaan. Oké. Okay. Kom aan. Kom op, niet te gaan. Staan. Breng die paas rustig. Laten we eens kijken of Blok dit kan voortzetten. Ze hebben natuurlijk van de laatste 6-7 punten bijna alles gehaald. Inmiddels serveert Fabian al een stuk of 6 keer achter elkaar volgens mij. Goed erbij. Mooi timen. Goede aanval.
Kijk, als je scherp bent, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Daar kun je toch heel veel terugbrengen. Toch een goede serie. Door foute serve van Bloks krijgt Haps de mogelijkheid om weer iets terug te gaan doen. Bart gaat serveren. En dat bedoel ik met scherp blijven. Altijd de bal verwachten. Altijd diep zitten. Als je te veel recht overeind staat, dan komt die bal recht op je af en dan kun je hem bijna niet meer sturen. En Bart serveert voor de tweede keer. Net serve. De tegenaanval van Bloks. Ja, wordt van de grond afgerapt. Een mooie aanval via Martijn. Via Touché wordt hij uiteraard uitgegeven. Service van Daan. Hoge service. Oh, een heel mooi blok. Toch een goede middenaanval van die nummer 22. Maar een heel goede blok van Teun. En dat is de derde Teun. Van Bloks. Goed geroepen. Makkelijke bal van de zijde. Weer midden aanval. En deze keer was hij wel voorbij het blok. Maar werd opgevangen in het achterveld. Haven krijgt weer de kans om een aanval op te bouwen. Maar via de buitenaanval. De bal wordt gered. Wordt goed geblokt door de tegenstander, maar toch gered. En het wordt een lange rally deze keer. Hele spannende punt. Mooie middenaanval, precies binnen de lijnen. Schitterend punt. Mooie aanval, of mooie service. De pas kwam weer niet goed, zodat Havik geen goede aanval op kon zetten. Ja. Dan moet ze proberen. Oh. Tijn van Rijn aan service. Mo Bloks serveert de bal uit. Rob gaat serveren. Mooi diep in de achterveld. Dan komt weer een middenaanval. Ja, wordt goed gered van de achterkant. Oh, goede middenaanval. Gaat hij net niet over net. Springt hij net terug. Waar voor Kach te weinig antwoord op heeft. Komt een goede bal. Goede aanval. Tactisch langs de blok speelt. Maar Bloks komt er mee terug. Nog een keer mogelijkheid om een aanval op te bouwen via de buitenkant. Het komt niet helemaal lekker om te smashen, maar we krijgen nog een kans. En rustig opzetten. Joep neemt over. En Fabian die maakt het af. Goed. En rustig eroverheen. Keurig. Mooie lange rally. Achter in de bal, keurig. Slim achterin gespeeld door Bloks. Tweemans blok. Ja, Fabian is de bal kwijt, maar goed gespeeld door beide partijen. Keurig. Goed gepakt. En eroverheen. Soms kun je niet anders dan de bal gewoon eroverheen. Naar de tegenstander. En Havok slaat de bal in het net. Setstanden 1-1. Goed, de derde set gaat beginnen. Even kijken of Bloks het niveau van de tweede set voort kan zetten. Wat je zou nou ziet gebeuren, dat gebeurt heel vaak in het volleybal. Er moet goed gecommuniceerd worden. Er zijn natuurlijk heel veel ballen van wie pakt die bal. En als je dan niet goed communiceert, dan valt de bal uiteindelijk op de grond. Heel scherpe service van Ruud. Te moeilijk voor Bloks. Een aanval. Keurig aanval. Mooie aanval van Bloks. Je ziet van het belang van een goede paas. Dat kan opgebouwd worden. De bal wordt opgevangen door Martijn. Okay, de bal voor Ruud is niet helemaal goed. Hij langt op de paal, dus daar kan de rest van de spelers niks meer aan meedoen. Misschien wel leuk om te vermelden dat deze jongens
die nou Heer 1 zijn. Die zijn allemaal zo'n 17, 18 jaar. En die spelen eigenlijk al vanaf hun tiende bij elkaar. Een enkeling is er wat later bijgekomen. Maar ik zeg al, ze zijn eigenlijk al 8 jaar bij elkaar. Dus dat maakt het team al heel erg hecht. Blocks aan de service. Een hele moeilijke setup, maar toch goed verwerkt door de middenaanvaller op. Zodat we een puntje de service teruggehaald hebben. Halverkin is eigenlijk een nieuw team met de helft van de spelers van de oude garde van de oude Heer 1. Aangevuld met de jongens B. Keurig gepakt van Tijmen. Heel goed verdedigd. Hij werd uitgeroepen en de speler van Haaps liet hem gaan en de bal valt zo te zien op de lijn. De bal wordt toch overgebracht naar de blokszijde. Kijken of we daar eens aanval kunnen leggen. Nee, en zo staat het van 6-1 naar 6-7. Zo snel kan het wisselen. Goed, nou is wel goed gecoacht. De bal werd uitgeroepen en de spelers lieten de bal gaan. Rob met de serves. Komt weer een schermbeek met een snel aanval. Via de buitenaanval wordt de bal nog gered, ja, maar helaas tegen de muur aan. Keurige aanval. Klikspeler is. Service. Als die service maar goed is. Een moeilijke bal, maar toch over net gespeeld. En Haaf gaat nog een keer de aanval opzetten via de buitenkant. Via Martijn. Koen is voor Haps weer aan het serveren. Keurig. Middenaanval. En Haps gaat weer een aanval beginnen. En dan is een aanval door het midden. Goed verdedigd. En middenaanval. En is keurig in. Keurig gedaan. Ze kunnen het helaas niet afmaken. De scherpte lijkt weer een beetje terug. Goeie service. Een mooie aanval van Haaf ook. Goed geblokt. Goed zo. Goed gedaan van Teun om toch ook even nog mee te hangen. Daar schrikt de tegenstander altijd wat af. Dan heb je toch snelle kans op een foutje van hun. Niet zo'n hele mooie aanval van Haaf ook, maar goed. We proberen de bal weer op te vangen. Zodat we dan de volgende aanval kunnen beginnen. Keurige service. Goed gereageerd door de middenaanvaller Teun. En dit is 15-17. Goede service. Op de 16-17. Dus Haaf moeten we vol aan de bak om de set binnen te slepen. Het gaat niet lukken als we de bal uitserveren door Jelle. 17 gelijk. Het is een set van ups en downs. Dan speelt Bloks weer slechter. En dan speelt Haaf ook weer slechter. En nou is het Bloks die de punten pakt. Die goed serveert. Die minder fouten maakt. Max valt de bal op. Goed speelt de bal. En Koen, deze keer lukt het wel goed. Als de ballen maar goed komen, dan... Is het voor de aanval ook goed om een mooie aanval of een mooie smash te plaatsen? Mooi geblokt deze aanval. Morgen heb ik kans wel, maar de paas is niet goed. En hij wordt weer van de grond afgehaald door Jelle. En de blok zit er goed bij. Kijken of we verder weg kunnen lopen. Weer een goede service. Waarschijnlijk een middenaanval door Bloks. Aan de zijkant zie je vanzelf aankomen. De blok zat er goed bij, maar via de blok kon hij niet meer van de grond afgeraapt worden.
En dan naartoe, goed zo. Buitenaanval. De bal gevist uit het net, keurig gedaan. Komt hij weer de aanval. Goed zo. Ja, keurig gepakt en erover. Oh, wat een ernstige fout. Het leek erop dat hij meteen een punt wil maken. Maar hij moet zorgen dat die bal gewoon rustig over het net gespeeld wordt. We wisten ze blijven gaan er ook in geloven. Ze moedigen hun team goed aan. En de bal wordt uitgegeven en terecht. De bal was ook uit. 24-23 voor Bloks. Service. En ze hebben de set binnen. Door verkeerde paas van Havok. Ondanks de 6-0 voorsprong. Er werd hard voor gewerkt, maar helaas komt het niet goed uit. De vierde set. Een beslissende set. Als Bloks deze set wint, dan is het 3-1 als de wedstrijd aflopen. Als Havok er 2-2 van kan maken, gaan we naar een beslissende vijfde set. Mooie schijnaanval van dingen. Havok krijgt de bal net niet weggewerkt. Keurig verdedigd. Mooi aangevallen. Hele strakke service. En een goede blok. Havok heeft nog een wissel meer door. Keurig signaal. Keurig. Havok probeert een aanval te spelen. Wordt goed opgevangen door Bloks. Wordt overgenomen door Joep. Aanval. Havok probeert een aanval op te bouwen. Via Ruud en Jelle. Goed. Wordt goed opgevangen door de tegenstander. Wederom een buitenaanval. Jammer. Rob is aan het serveren. Goede service. Blok speelt de bal achterin. Havok probeert het met een middenaanval. Komt niet helemaal goed uit. Mooie setup en een mooie aanval. Helaas uit. Smash van Blok Schudder. Persoon die bal pakken. Een beetje geluk. Mooi service van Blok. Havok probeert toch goed weg te werken. Komt niet tot een mooie aanval. Opzetten, goede paas en een middenaanval. Goed, was niet helemaal goed uitgevoerd. De bal mag net ietsjes hoger, maar het was goed opgelost door Daan. Keurig. Mooi puntje van Havok. Kijk, mooie shows. Niet te verwerken door Bloks. Goeie paas. Zo. Mooi blok van Havok. Ging er bijna doorheen, maar goed hersteld. Kunnen ze weer een aanval opbouwen. Via de buitenkant. Keurig gered. Heel attent aan de opzij zijde bij het net. Bal neerleggen. De bal in het achterwel opgevangen. Proberen een aanval op te zetten. Niet veel dreiging uit, dus we krijgen misschien nog wel een kansje. Ja, de bal wordt weer opgevangen, opgezet. Middenaanval. Goed gekeken. Goed erbij, goed geblokt. Tom. Weer een diepe bal gespeeld. Keurig achterin teruggehaald. En dan komt er een tegenaanval. Goed opgepakt in het achterveld. En ik denk, ik heb het niet helemaal gezien, maar ik denk dat de speler helemaal van Havok onder het net kwam. En dat is natuurlijk gevaarlijk, dus dan wordt er direct afgesloten. Service van Fabian. Goeie service. Goed gepakt, goed gepaast. Iets te ver, maar toch nog door Tijmen goed gered. Ook weer iets te ver naar buiten.
En nu rustig opbouwen. Goed zo, dit is een hele mooie. Ja. Het is weer een lange rally. Zoals we al meer gezien hebben deze wedstrijd. En buitenaan wil je via Rob, ja, via blok van blok schat hij uit. Hard gewerkt voor dit punt. En zo hoort het ook. Als een fout als je die raakt. Je moet binnen de tennis over het net inspelen. Gewoon een goede paas was nou. En buitenaanval. Haver krijgt weer de kans om een punt te scoren. Mooie aanval. Blok van blok zat er goed bij, zodat ze zelf een aanval op kunnen en zetten. Gooit hem achterin. Goed zo. En Haver gaat nog een keer proberen. Nu via de andere kant. Een makkelijk balletje voor de tegenstander. Een aanval via de netrand van Bloks. De bal wordt teruggehaald. Net niet hoog genoeg. En de bal werd uitgeroepen en de bal werd toch opgepakt. Dan maar een goede aanval neerzetten. Krijgen we een kans om nog een tweede aanval te plaatsen. Ja hoor. Komt weer de aanval via Sam. Met de aanval via Rob. Touché! Maar hij gaat via blok uit. Haver kan een bal. Duik, touché. Maar het punt wordt aan de tegenstander gegeven, dat kan. Mooie aanval van Sam, dan zitten we met die gefrot aan de net. En punt voor Bloks. Laten we hopen dat de scherpte terugkrijgen, want dan staat het mail 17-13. Jelle gaat serveren. Aanval van Blok. Niet erg hard, maar wel slim. Sam met de bal. Mooie aanval. Aanval van Bloks, maar opgevangen door Havok. Niet goed weggewerkt, we komen zelf niet tot een goede aanval. Ja, bij Havok lukt het allemaal goed. En bij Bloks loopt het wat minder. En als je dan gelijkwaardig bent, en de ene is wat sterker, dan zie je toch snel dat het puntenverschil heel groot wordt. 19-13. Ja, dat is weer een service. Diep achterin. Volgens mij was je in hoor. Ik zou hem bal duidelijk uitgegeven. In. Maar goed, de scheidsrechter ziet het anders dan die verbaas. Goeie service, maar ook een hele goede paas. Oh, jammer. Het leek een mooie aanval te worden voor een Havok. 19-15. En een gelukje van onze zijde, want ze serveren weer niet goed. Dus dan gaat Sam gaat serveren. Nog 5 punten voor Havok. Als het zo doorgaat, spanning wordt stijgt. Een vijfde beslissende set. Die gaat tot de 15 punten. Sam serveert. Bloks bouwt een aanval op. Via de buitenkant. Er wordt uitgeroepen, maar toch de bal wordt opgepakt. Gaan we zelf aanvallen. Door Rob. De bal via het net. Vertraagt hij natuurlijk wel. En dan ben je meestal te laat. Dan willen we gaan serveren, maar de coach van Bloks vraagt de timeout van Bloks. Om toch om weer het ritme te bereiken. Op de stand van 21-15. Liefst wil ik gewoon winnen, maar ik ga gewoon lekker spelen, vrijheid. Ja, het is alsof je een beetje met de rem erop staat. Het is allemaal net niet. Onzeker. Gewoon, zet elkaar, als het goed weggeeft, een goede paas, maak gewoon die lekkere aanval. Sla me gewoon vrijheid. Ja? Gewoon een goed gevoel, dat veld er instappen en daar ook van afstappen. Wat er gebeurt, dat het 4-1 wordt of dat het dadelijk 2-2 wordt. Gewoon doen. Geloof in jezelf. Ja? Hup, we gaan ervoor. Vijzen, los! 22-17. Dan gaat Tom serveren. Netjes mooi achterin. Moet je moeilijk verwerkt door Bloks, maar ze kunnen er een heel mooi smash van maken. Maar wat ook gevangen van de halve kant. Ah, helaas komt hij in de buurt van de scheidsrechter toe. Dat is moeilijk op te vangen voor de medespelers.
Of gaat er nog eens een keer voor klaarstaan. De spanner is. Sam vangt de bal op. Jelle set up en die gaat naar Rob. De bal wordt niet goed verwerkt door Blok. 23-18. We gaan door tot de 25. En mochten we een vijfde set krijgen, en dan lijkt het op, dan is de vijfde set tot de 15. Keurig in het gat gespeeld. De voorsprong blijft. Iedere keer 3 à 4 puntjes, maar het is natuurlijk op 23-19 toch een behoorlijk gat. Dan gaan we weer. Gaan we weer af en toe weer proberen de bal op te vangen. Dan komt die. Ja, dan val ik de bal op, niet helemaal netjes. Te moeilijk te verwerken voor de medespelers. Nou, dat is echt een kwestie van concentratie. Puntje voor puntje. We zijn ondertussen al even bezig en de concentratie is natuurlijk moeilijk vasthouden de hele wedstrijd. Goeie service. Nou is de bal wel goed. Een beetje moeilijker. Wat een harde smash. Goeie service en dan zie je dat de paas toch een stuk moeilijker is. Dan komt het geloof weer Bloks weer terug. Hè? Een time-out aangevraagd aan de Hapse zijde. Dan moeten ze even rustig blijven. Rustig blijven om gewoon het spelletje zelf te blijven spelen. Dat je weer terug in die concentratie zit. Omhoog, dan komt je teamgenoot om halen. Laat dat op. Gewoon omhoog gooien. Hè. Kan er niks gebeuren. Gewoon omhoog gooien. Zorg dat wij onze fouten perken. Wij hoeven nog maar 2 puntjes te maken. Als zij Sevilla terugpakken, kom op. Daar gaan we weer. De stand is inmiddels 23-21. Weliswaar voor Havok, maar Bloks komt wel terug. Als de service maar in is. Dit kon wel eens beslissend zijn. Voor deze set, althans. Nog een wissel aan Havok zijde. Sam wordt even gewisseld voor wat meer lengte dan net door Martijn. Goed gewerkt door Sam. En daar gaat hij. Mooi paas. Hem naar de andere kant. Opgevangen. Aanval voor Jelle. En het is gebeurd. Via Blok. Beetje gelukkig. We krijgen een vijfde beslissende set. Het is 2-2. Goed. De teams zijn bijna klaar voor de vijfde set. Ze maken in ieder geval allebei genoeg herrie om zichzelf op te peppen. Even kijken wie er van deze set in de Haps in het veld staat. De Jelle, Rob zie ik staan. De andere Rob. Even kijken, Martijn. Tom. En Ruud. Het begin is helemaal niet zo goed. Hè. Fouten zo beginnen is ook niet goed in de vijfde set, maar goed. We moeten voor elke bal strijden, dus komt hopelijk toch wel goed. Service van Tijmen. Bal opgevangen door Martijn. Naar Ruud en afgemaakt door Rob. Heel naar de bal, diep in de achterveld gespeeld. Rob gaat serveren. Mooie aanval. Een mooie serve bedoel ik. Aanval, aanval gaat uit. Weer een puntje voor Havok. Ja, mooie service van Rob. Moeilijk voor de tegenstander. En ze krijgen hem ook niet verwerkt. Nou, weer een serve van Rob. Lekker diep achterin. Goed zo. Een aanval over de buitenkant. Gaat 4 uit 10 langs leren. Dat is een mooie paas. Goed opgevangen aan Hapse zijde. Aanval aan de buitenkant door Martijn. Middenaanval. Goed geblokt. En wederom een blok. En daarachter. Joep pakt over. En aanval. En zo moet het. Keurig.
Dan is Mats van Blok keurig gedaan. In de blok gaat serveren, box. Goed opgevangen door Martijn. Goed met de paas, middenaanval. Gewoon smash. Havok gaat weer bouwen aan een volgende aanval. Hup, via de buitenkant. Via blok nog een keer. Nou, zo over blok heen. Weer een lange rally. Weer een setup. En weer een mooie aanval, denk ik. Ah. Goed zo. Terecht wel dat, dat blok dit punt heeft. Want persoonlijk dacht ik dat het de bal in het net kwam en dat die. Meer dan 3 keer werd gespeeld door Havok. Goeie service. Toch net niet. Net uit. De bal net uitgesweerd op Bloks. Stand is 5-3 voor Havok. Maar voor goed, Havok. Dat over meer. Maken we fouten. Rob gaat serveren. Mooi service. Goed verwerkt door Bloks. Mooie. Goeie aanval. Goed snelheid door het blok eruit gehaald. Martijn serveert. Raakt er vol met mijn half, maar goed. Blok heeft toch de moeite mee. Een aanval nog een keer met 4 Martijn. Keurig. En rust. En probeer goed op te bouwen. Hoppakee. Middenaanval. Keurig. Zo moet het. Hou die rust. Het publiek wordt toch onrustig. En ik zelf ook. De harde surf van Blokzijde, weer een puntje voor Havok. Kijken of Havok wel eens goed kan serveren. Jelle gaat serveren voor Havok. Even de concentratie. We moeten Met heel veel geluk is de bal nog naar de andere kant gekomen. De bal ging maar net over netje. Havok had toch de moeite mee om de bal te verwerken. Dat je net raakte. En blok serveert in de net. Nu niet dicht langs de lijn. Een aanval van Bloks. Achterin het veld opgevangen. Door een paas. Hele baas helemaal verkeerd. Juist! En er wordt uitgegeven. Weer via de netrand serveert hij hem in. En weer een middenaanval door Bloks. De bal goed opgevangen. Kijk, zo kan het ook met de service. Iets minder hard, maar wel in. Krijgen, maar we zijn nog in de rally. Ah, mooi blok van Martijn. Achter het blok. Bijna een communicatiefout. Kan weer een aanval bouwen. De bal veel te ver naar buiten gepaast. En de foutjes worden al gemaakt aan de kant van Havok. De bal veel te ver naar buiten gepaast, zodat Havok de bal niet tot een echte aanval kan leiden. Een puntje voor Bloks. Bij Havok gaat Koen warm lopen. De coach wil toch een keer wisselen. Ja. Een beetje verwarring aan de Havok zijde. Wordt niet gecommuniceerd. Hij moet meer communiceren met elkaar. Heel erg belangrijk in het volleyballen. Aangeven wie de bal pakt. Ja, goed geblokt door Havok. Mooie aanval opstelt. Oh. Weer een puntje voor Havok. Wat is de stand? De stand is onder 9-7 voor Havok. Het blijft erg spannend. Martijn gaat weer serveren. Even concentratie bij Martijn. Komt de bal weer in één keer. Heel goed gezien door... Heel goed gezien door Tom, heel attent. En daarna meteen afgemaakt. 10-7. Martijn gaat weer serveren. Mooi diep achterin. Dan komt de aanval van Bloks. Snoeihard. Maar door het blok van Haps goed gepareerd. Aanval van Havok. Goed fout aan Havok zijde. Heel jammer, de bal kwam vrij scherp. Hij moest de bal wel moeilijk pakken. Had de bal misschien beter in één keer eroverheen kunnen tikken, maar goed. Komt de volgende. Oh, nou zit hij er wel goed bij.
en rust. En mooi opbouwen. Middenaanval. Keurige middenaanval. Echt top. En het is 10-9. Nog wel van Havok. Maar we kruipen dichterbij. Zelfde keer de middenaanval die Bloks goed uitvoert. Een aanval van Havok. Nou. De coach dacht dat hij uitging, maar ik had hem toch gepakt. Ah ja. Oh. En ze pakken weer een puntje terug, Havok. Voor elke bal blijft gewerkt worden. Teun wou de bal over het net spelen, maar hij viel net onder de rand. Waardoor de andere Teun, nummer 26, de bal niet meer kon spelen. Goed geroepen. En timer. Goed zo, keurig aanval. Maar Havok heeft toch goed verdedigd. Weer een kort aanval, maar deze gaat uit. Is iets te veel van het goede. De aanval opgebouwd door Bloks. Haps even pareert hem goed. Oeh. Keurig. Keurig inzicht van Teun. Je ziet dat er een middenaanval komt. Hangt goed in de blok. Havok kan een keer wisselen. Tom wordt gewisseld voor Koen. En dan gaan we. Even verwarringen bij Havok. Zonder nog niet helemaal klaar. Altijd lastig dan een wissel. Iedereen zijn plekje weer moet zoeken. Bloks kon geen aanval plaatsen. Weer goed geblokt. Dat was net niet helemaal goed. Keurig. Voor de snelle middenaanval gaan we via de buitenaanval proberen. Ja, een puntje. Stond hij goed achter de bal. Hield zijn linkerarm wat te laag. Waardoor de bal gewoon wegketst. Het is 14-10. Het is bal de match, zullen we maar zeggen. Matchpoint voor Havok. 14-10. Maar er is nog niks verloren. Havok moet ik zichzelf nog een keer aan naar de wissels. Ruud gaat naar serveren. Mooie zelfs, diep achterin, slecht verwerkt. Maar hij komt toch tot een aanval. Niet helemaal super verwerkt door Havok. Maar er komt goede aanval van Havok. De bal kan er nog overheen, keurig. Er wordt echt gestreden tot het laatste moment. En dan is het gebeurd. Havok heeft gewonnen met 15-10. 3-2 voor Havok. Maar Bloks mag heel blij zijn. Dat ze tegen de nummer 3 van de competitie 2 punten hier in Boksel houden. Applausje, daar mogen ze van genieten. Een tegenvallen? Ja, het was een tegenvallen. Ja. Het was, zat veel meer in, maar dat, dan laten we de kopjes hangen en dan komt er niks meer uit. Jullie waren erg goed. En Ruud, wat vond je het ging Ruud, met wat als vond je we deze slagen hebben, als we lekker aan het aanvallen zijn, dan hebben we zoveel druk. Maar als we tegenvallen hebben, dan kunnen we er heel lang in blijven hangen, zeg maar. Dus dat is, ja. Ja, op sommige punten kwam je bijvoorbeeld, of op sommige momenten kwam je met 6 punten achter te staan, zo ineens maar. Ja, klopt. En dat zijn zure punten. Vooral in het begin van de set. Want je wil natuurlijk met voorsprong beginnen en uitbouwen. Maar ja, het is niet anders helaas. We gaan hard trainen. Voor de jammer, volgende keer beter. Ja. En toch naar die tweede klasse. Hè? Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, ik vind dat we leuk hebben gespeeld. Het was een leuke pot. En betere tegenstander dan verwacht. Ja. Daar hebben we er ook hard voor gewerkt, hè? Ja, vind ik wel. Heel veel moeten zweten. We stonden 7e. We hebben 2 wedstrijden minder gespeeld. Maar ik vind dat we heel goed hebben gespeeld. En daardoor vind ik dat wij de verdiende winnaar zijn. Oké, dankjewel voor de interview. Proficiat en succes in de rest van de competitie. Ja, dankjewel.